Jeremy, een 1-0 nederlaag terwijl je zo lang tegen 10 man speelt. Waar wijd je het aan vandaag? Allereerst aan onszelf dat we de kansen niet hebben afgemaakt. Ik denk dat we 3-4 opgelegde kansen hebben gehad. En als je die niet maakt, dan gaat het vertrouwen bij ons omlaag. En bij HFC gaat het groeien. En dan zie je dat ze hebben één standaard situatie en ze scoren eruit. Ja, want inderdaad, als je naar die kansenverhouding kijkt, dan was die wel in jullie voordeel. Ja, zeker. Ik denk dat wij 5-6 keer zoveel kansen hebben gehad. Alleen uiteindelijk draait het om de doelpunten en die hebben we vandaag niet gemaakt. Ja, dan speel je weer. Vorige week was je er niet bij. Dan wil je natuurlijk graag het verschil maken. Ja, en die kans heb ik ook zeker gehad. En dat was vandaag gewoon niet goed genoeg. Dat verwijt ik mezelf, ja. En dan zojuist in die blessuretijd ook nog zo'n opstootje. Hoort er allemaal bij? Ja, frustratie, tuurlijk. Kijk, Roy moet daar die overtreding niet maken. Zeker met al geel op zak. Moet hij hem denk ik gewoon laten lopen. En ja, een beetje duwen en trekken, dat hoort hem zo een beetje bij. Dankjewel.